Welkom bij de allereerste oogstvideo van het nieuwe seizoen. Ik ga jullie meenemen in wat we als eerste kunnen oogsten. En ik zal ook een paar praktische punten benoemen. En dan hoop ik dat we elkaar de komende week ook alweer op de tuin gaan zien. Ik begin zoals ieder jaar even bij de poort, want voor de een gaat hij wat makkelijk open dan voor de ander. De poort is altijd open, maar je moet hem een beetje aanduwen. En dan kan je dit hendeltje naar achter trekken. En dan gaat hij los. En probeer hem altijd achter je ook weer dicht te doen als je het thuis laat. Dat is wel te duwen. En sommige van jullie die zien we sowieso bij de oogstafspraak. Anderen die al langer lid zijn, die kunnen ook zelf de tuin op als jullie dat willen. Bij de oogstafspraak lopen we een rondje en dan gaan we ook samen kijken wat er in de oogst is en hoe je gaat oogsten. Mocht je deze nog niet ingepland hebben, dan zet ik ook een linkje bij dit oogstbericht waarmee je die afspraak in kan plannen. En we hebben vooraan de tuin hebben we wat mesjes liggen. Ik wil vooral aanmoedigen om altijd je mesje mee te nemen. Mocht je een keer zijn vergeten, dan hebben we hier een paar mesjes voor je klaar liggen. En die kun je dan gebruiken om te komen oogsten. We beginnen bij de Chinese bieslook. Het is een kruid en nou goed, het is de typische bieslook smaak. Maar de Chinese bieslook die heeft ook net iets meer een knoflook smaak. We hebben ook gewone bieslook, die zal ik zo aanwijzen. En hoe oogst je deze? Nou, door deze gewoon een plukje vast te pakken en af te snijden. Het kan helemaal onderaan, het kan ook wat meer bovenaan. En dit is een gewone bieslook. Het verschil is te herkennen aan dat deze op dit moment bloemetjes heeft. Die bloemetjes zijn ook eetbaar. Dus deze bieslook is eigenlijk bedoeld, net als die andere, om gewoon de takjes af te snijden. Maar neem ook vooral de bloemetjes mee. Het is een echte lekkernij om het bijvoorbeeld op zuur te zetten. En nog meer verse kruiden, zo ook de tijm. Die blijft het hele jaar in de oogst. Net als de andere kruiden. En hierbij kun je de takjes gewoon met de hand afbreken. En ja, kijk hier een beetje hoeveel je mee wil nemen. Het lekkerste is als je deze gewoon altijd vers eet. Dus je kan ze ook drogen thuis. Maar het mooiste is als je deze of vochtig ergens bewaart. Of dat je ze meteen gebruikt met koken. En de radijsjes. De mooie ronde rode bolletjes. Het kan zijn dat de slakken ook een hapje hebben genomen. Hier zie je bijvoorbeeld dat dat witte een beetje daar bloot is komen te liggen. Is helemaal niet erg. We hebben veel slakken op dit moment op de tuin en de afgelopen maanden nog meer. Dus het kan zijn dat er af en toe een hapje is genomen van je groente. Nou, als je het gewoon even goed wast, de aarde moet je toch afspoelen, dan is dat verder nog hartstikke goed eten. En nu zijn we in de kas, want we gaan de komende weken vooral uit de kassen eten. Straks komen hier de tomaten te staan, dus in de komende 3 weken gaan we de kas ook helemaal leeg eten. Ik begin hier bij de snijbiet. En hier zie je een groot verschil tussen de grootte van de bosjes snijbiet. Nou, deze is nog wat kleiner, deze zijn al mooi groot. Oogst ook vooral altijd de grootste bosjes en dan kan de rest nog lekker doorgroeien. En hierbij is het zo dat je een heel plukje gewoon laag kan afsnijden, 1,5 centimeter boven de grond. En dan kun je bosje snijbiet lekker mee naar huis nemen en bijvoorbeeld mengen in een salade. En dan de paksoi, vooral bekend van het witte vruchtvlees wat in de kern zit. En de paksoi die oogst je door hem heel laag af te snijden, bijna tot in de grond. En naast het witte vruchtvlees is het blad ook hartstikke goed te eten. Zelf doe ik bijvoorbeeld altijd wokken en dan doe ik het blad pas als laatste op het einde maar een paar minuutjes meekoken. Zodat dat warm wordt, maar nog wel lekker knapperig blijft. En dan de kropjes bindsla. Bindsla zijn wat kleinere, compacte kropjes. En die hebben ook iets meer een bite dan een gewone kropsla. En de mini bindsla die is nog redelijk klein, maar die kunnen we gewoon gaan oogsten. Zoek daarbij ook wederom altijd weer de grootste kropjes uit. En die oogst je ook door deze net boven de grond af te snijden. Naast de mini bindsla hebben we in het bedje ernaast hebben we mik zitten. Eerder ook in een oogstbericht of in een update gedeeld. We hebben heel veel slakkenvraat gehad. In de kas hebben we tot de derde keer toe een nieuwe tilt moeten plaatsen. Omdat de eerste en de tweede volledig waren weggegeten. Nou, hier zie je dat er nog wat eikenbladsla staat tussen de bindsla. En dit zijn nog restjes van de vorige tilt. Dus dan zien we een beetje een mix qua sla erin zitten. En deze die kun je ook gewoon oogsten. De eikenbladsla die tussen de bindsla staat. Dan staan we bij de spinazie. Sommige bedjes zijn heel mooi gelukt, andere minder. Je ziet daar bijvoorbeeld spinaziebedjes die minder zijn gelukt. Daar was het toch iets te nat. We hebben natuurlijk een hele natte winter en daardoor ook het voorjaar gehad. Maar deze spinazie in dit bedje staat er hartstikke mooi bij.
En ja, hier kunnen dus ook wat gaatjes in zitten. Dat zijn slakken die daar een hapje van hebben genomen. Is helemaal niet erg, want het is verder gewoon nog hartstikke mooie verse spinazie. Met een hele frisse smaak. En deze oogst je ook door deze net boven de grond af te snijden. En dan hebben we ook de prei. We hebben een paar hele mooie bedjes overwinterde prei. En deze trek je gewoon in zijn volledigheid uit de grond. En de vraag is of je, als we het op het bordje erbij zetten, ook echt alleen dit bed wil oogsten. Dus nog niet de andere bedjes. Want kunnen wij, wanneer deze eerst helemaal is leeggegeten, kunnen we niet vast klaarmaken voor de volgende tilt. Terwijl jullie nog mooi uit die andere kunnen oogsten. En dan de munt. Als je ernaast staat, dan ruik je ook meteen al die geur. Hij bleef heel klein en ik dacht eigenlijk dat hij niet in het begin al in de oog zou kunnen. Maar het is na een hele warme week is hij eigenlijk geëxplodeerd uit de grond. En nu groeit hij hartstikke snel. Dus hij kan meteen al in de oogst, want dit groeit sneller dan dat wij denk ik kunnen oogsten. Ja, altijd lekker voor in de thee of als smaakmaker bij een gerecht. En daarachter hebben we de citroenmelissen staan. Dit is een gigantische struik geworden, dus hier kan het hele jaar door lekker veel van geoogst worden. En nou, deze staat bekend om de citroenachtige smaak. En zelf vind ik hem ook vooral lekker om lekker vers in de thee te kunnen doen. Dus de citroenmelisse die blijft ook het hele jaar oogstbaar. Dat is de laatste van deze week. Komende week dan gaan we er weer wat nieuws bij doen in de oogst. Dus het is vooral oogsten in de kas. Buiten hebben we dan de prei en de radijsjes en we hebben de kruiden. We hopen de komende week ook veel meer kruiden toe te kunnen voegen. En het is dus helaas nog iets minder, dus we proberen ook niet meteen alles al leeg te laten oogsten. Dus we proberen dat juist een beetje te spreiden de komende weken. Omdat we veel uitval hebben gehad door de slakken, als waar we ook over hebben geschreven. Maar desalniettemin hebben we toch best wel wat mooie diversiteit. Dus jullie kunnen veel verschillende dingen al in de eerste week komen oogsten. En we hopen jullie komende week op de tuin te zien.